bodem in de binnenstad van Gouda blijft zakken. Daarom werken gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen in het project Gouda Stevige Stad. Om met verschillende maatregelen de overlast door bodemdaling te verminderen. Om de meest urgente overlast aan te pakken, verlagen we stapsgewijs het grond- en oppervlaktewater in de laagste delen van de binnenstad. Daarvoor bouwen we 2 pijlscheidingen en een gemaal en we passen riolering aan. We monitoren de effecten van de pijlverlaging goed. Daarnaast doen we onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling in de overige delen van de binnenstad. Je kunt namelijk niet zomaar pijlscheidingen en een gemaal bouwen en het waterpeil verlagen. Dat vraagt een goede voorbereiding. In april 2024 zijn daarom een aantal belangrijke onderzoeken uitgevoerd. En in deze video vertellen we waarom dit belangrijk is en wat we ermee willen bereiken. We staan hier bij de Turfmarkt. Daar gaan we onderzoek doen in het kader van het kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Omdat hier het waterpeil verlaagd gaat worden. Het onderzoek richt zich op onbekende waterverbindingen. Waterverbindingen mogen geen kortsluitingen tussen hoog en laag waterpeil veroorzaken. Want dan blijft water van hoog naar laag stromen. Dat kan niet. Daarom zoeken we met een drone, een waterdrone, naar onbekende openingen in de kadermuur. En die drone die zoekt met beelden de kadermuur af en kijkt of daar onbekende openingen zitten. En die onbekende openingen die volgen we om te kijken of ze ergens uitkomen in de gracht met een hoogwaterpeil. Dit onderzoek met de onderwaterdrone doen we samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland bouwt de pijlscheidingen. Eentje bij de Zeugstraat, bij de Borstelbrug en één hier aan het eind bij de Turfbrug. We staan hier op de Turfmarkt in Gouda. We zijn bezig met de voorbereiding en het ontwerp van het realiseren van pijlscheidingen ten behoeve van de verlaging van de grondwaterstand. Wij doen dit samen in bouwteam vanaf begin 2024 met Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij zijn bezig momenteel met het onderzoeken naar de bodemgesteldheid. Er was sprake van dat er puin op de bodem zou zitten. De laagdikte van die puin zijn we aan het bepalen. We zijn de diepteligging aan het monitoren. Plus de huidige kadermuur. De kadermuur wat betreft zettingen, zakkingen, schuinstand en dergelijke. Dat willen we allemaal in kaart hebben voordat we verder gaan met ons ontwerp. Op de Borstelbrug in de Zeugstraat gaan we ook onderzoek doen. Daar gaan we vanaf een vlot handmatig de diepte bepalen van de kadermuur. In het compartiment liggen 5 rioloverstorten. Deze rioloverstorten moeten verplaatst worden voordat het waterpeil verlaagd wordt. Dat komt omdat de capaciteit van het gemaal wat het water weg moet pompen te weinig is of te laag is om de hoeveelheid overstort water vanuit de riolering aan te kunnen. De rioloverstorten moeten verplaatst worden naar andere delen in de stad. Op diverse plekken maken we daarom nieuwe overstorten. 1 overstort komt bij de Agnietenstraat, 1 bij de Herfststraat, 1 bij de Nieuwe Haven Lage Gouwen. En nog 1 bij de Lage Gouwen bij achter de Vismarkt. Er is ook een overstort die in capaciteit vergroot moet worden. Dat is een bestaande die in de stad zit. En die zit bij het Paradijs. En die wordt in capaciteit vergroot. Om die overstorten goed te kunnen ontwerpen en precies te kunnen bepalen waar die komen, doen we ook onderzoek. En kijken we door proefsleuven te graven, waar liggen de kabels en leidingen, wat voor bodemopbouw is daar, wat voor materialen zit er in de bodem. Want in zo'n oude historische binnenstad kom je van allerlei dingen tegen die we nooit verwachten. En daarom doen we daar goed onderzoek naar. De voorbereidingen van het werk in de binnenstad loopt, zodat in 2026 de lage delen van Gouda klaar zijn voor de pijlverlaging. In de komende tijd zullen er nog geregeld werkzaamheden plaatsvinden, zichtbaar en onzichtbaar. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief of kijk voor actuele informatie op www.gouda.nl/stevigestad.